bij mij in de studio zit inmiddels Marcel Verburg van ZZ Leiden. Hartelijk welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Wij gaan vooruitblikken op het nieuwe basketbalseizoen. ZZ werd vorig jaar natuurlijk landskampioen. Dat was een groot succes. Gaan jullie dat dit jaar weer doen? De doelstellingen zijn natuurlijk om gewoon weer een landskampioen en bekerwinnaar te worden. En wie weet dat we ook nog kunnen verrassen in de nieuwe league samen met de Belgen, de B-Next League. Dus daar liggen mooie uitdagingen. Daarnaast hebben we ons door het landskampioenschap ook gekwalificeerd voor de kwalificatieronde van de Champions League. En daar moeten we ook nog voor strijden om daarin te komen. En mochten we de Champions League poolfase niet redden, dan komen we sowieso in de Europe Cup terecht. Dus, kijk, dus het wordt sowieso Europees basketbal dit jaar. Het wordt sowieso Europees basketbal. Mooi, mooi. Maar laten we even bij ZZ zelf beginnen. Hoe staat het team ervoor op dit moment? Nou, we zijn op dit moment compleet. We hebben een beetje een stroeve aanloop gehad. Met name voor het verkrijgen van een werkvergunning van een van onze spelers. Wat er uiteindelijk op bleek daar neer te komen dat we misschien wel 6 tot 8 weken moesten wachten voordat dat rondkwam. En uiteindelijk hebben we in onderling overleg besloten om het contract maar te beëindigen. Duurt dat altijd zo lang? Nee, dit was een heel specifiek geval. Want wij hebben eigenlijk of Nederlanders, Europeanen, die binnen de EC. En dan kunnen ze vrij werken natuurlijk. Ja. En we hebben Amerikanen. Nou, die procedures lopen over het algemeen vrij goed. Ja. Alleen dit was een Jamaicaan. En dat werd een heel circus. Dat is gewoon een bureaucratische politieke gedoe. Ja, absoluut. En uiteindelijk moest hij terug naar zijn land. Maar daar zat geen Nederlandse ambassade. Dus moest hij naar Cuba. Cuba zat op slot. Door corona natuurlijk. Door corona. Oh, verschrikkelijk. Nou, toen kwamen we uiteindelijk in de Dominicaanse Republiek terecht. En nou, al met al, het is niet gelukt. Nee. We hebben gezegd, we stoppen ermee. Want anders had hij ook niet speelklaar geweest voor zeg maar de kwalificatie voor de Champions League. En dat was natuurlijk voor ons ook wel van belang. Ja, zeker. Want die kwalificatie die begint. Wanneer begint die? Wij gaan op 11 september in Den Bosch op zaterdagavond de Supercup spelen voor de B-Next League. Dat is de nieuwe gecombineerde league samen met de Belgen. Ja. Dan speelt ZZ Leiden tegen Oostende om de Benen Supercup. Oostende is de kampioen van België. En Oostende is de kampioen van België. Dan vertrekken wij zondagochtend naar Italië, naar Treviso, waar we maandagavond de eerste kwalificatieronde spelen voor de Champions League tegen Mons uit België. Oh. Ja, dat is allebei toeval. Naar Italië. Dat is toeval, maar we moeten in een bubbel spelen. En de bubbel vandaar. Voor ons is Italië. Ja. En ja, we hebben geloot tegen Mons. Het is zo. Nou, mochten we die winnen. Dat is Italië, dat is prachtig om even naartoe te gaan, toch? Absoluut. Het is geen straf, denk ik. Nee. Dus ik denk wel dat ik even ga. En dan, als wij die winnen, dan spelen we woensdagavond weer in Italië. En als we die winnen, spelen we vrijdagavond weer in Italië. En als we die winnen, dan pas zijn we geplaatst voor de poolfase van de Champions League. Dus als je één van die drie verliest, dan wordt het... Dan vallen we terug en dan komen we wel in de poolfase van de Europe Cup. Ja. Het betekent dat we minimaal 7 Europese wedstrijden zullen spelen. Kijk, dus dat is sowieso al heel mooi. Dat is uitstekend. Ja, en dan komen jullie dan hopelijk pas heel laat terug uit Italië. En dan is het even vakantie? Nee, integendeel. Want stel dat wij op die vrijdag terug of vrijdagavond zouden spelen. Dan komen we op zaterdag terug. En anders eerder in de week. Maar in ieder geval op zondag 19 september spelen we thuis in de 5 mei al voor de Supercup van Nederland tegen Weert. Kijk. Dus dat is weer een prijs die we proberen binnen te halen. Ja. Dus het wordt een druk weekje. Ja, en dan houdt het niet op. Want 24 september start de competitie. Dan gaan we naar Den Bosch. En 26 september spelen we thuis voor de competitie tegen Joost uit Nijmegen. Kijk. Gelderland. Ja. Dus het is een heftig begin. Dat was de nummer 2 van vorig jaar, toch? De grote concurrent. Nee. Den Bosch is de grote concurrent. En Joost was wel een van de finalisten van de beker vorig jaar. Ja, precies. Een nieuwe club. En die hebben het fantastisch gedaan. En ik denk dat ze dit jaar ook weer heel serieus mee gaan doen. Dus alleen maar goed voor het basketbal. Spannend. Spannend. Dus direct vol aan de bak eigenlijk. Vol aan de bak, absoluut. Dus wij kunnen ons ook niet permitteren om niet een goede voorbereiding te hebben. Vandaar ook dat het met die speler die niet kon trainen, niet kon spelen, dan wordt het erg moeilijk. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. En hoe zit het met corona dit jaar? Zijn er nog beperkingen? Wij verwachten van wel. Maar wij gaan er vooralsnog vanuit dat we met 2/3 van de capaciteit van de hal publiek mogen binnenlaten. En we moeten nog even kijken wat precies de mogelijkheden zijn voor de businessclub, voor de ontvangst.
En dat zal wel zijn met de corona-check-app. Dus ben je gevaccineerd, prima. Heb je een negatieve PCR-test van niet te oud, dan ook prima. En anders kom je er niet in. Precies, gewoon controle aan de poort. Ja, absoluut. Ja, wij zijn daartoe verplicht. Dus ja, we kunnen niet anders. Je kan hoog of laag springen, maar dat moet gewoon. Precies. Ja, en dan is het natuurlijk ook nog spannend wat de komende persconferenties gaan brengen. Ja, dat is ook voor ons iedere keer weer afwachten. Dat is het afgelopen seizoen natuurlijk ook geweest. We hebben van alles voorbereid. En dan komt er zo'n persconferentie. En dan blijkt dat dingen weer niet mogelijk zijn. Dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja. En dat is natuurlijk heel vervelend dat dat iedere keer gebeurt. Maar ja, weet je, het is wat het is. En wij zullen ermee moeten dealen. En, precies. Ja. Is de achterban, de fans en de sponsoren, zijn die wel trouw gebleven in coronatijd? Ja, absoluut. En ik denk zelfs dat we op dit moment al meer seizoenkaarten hebben verkocht dan 2 jaar geleden. Dus dat is heel positief. En gelukkig, moet ik zeggen, hebben we heel weinig sponsoren die zijn gestopt. En dat is ook heel positief. En nog positiever, we hebben inmiddels ook een aantal sponsoren, nieuwe sponsoren. Kijk. Dus het ziet er vooralsnog minder negatief uit dan wij gedacht hadden. Ja. Dus dat is in ieder geval weer positief. Ja, precies. Ja. En in coronatijd klinkt positief heel eng, maar in dit geval is het echt positief. Absoluut. Ja, mooi. Als ik nou, ik ben zelf nooit zo van het basketbal geweest, maar als ik dit zo hoor, dan word ik toch wel enthousiast. Kan ik eens een keer een laagdrempelig een kijkje komen nemen bij jullie? Absoluut. Als je bijvoorbeeld 5 september, dat is aanstaand weekend, ja, dan hebben wij onze open dag. En na die open dag is er een van de oefenwedstrijden tegen Zwolle. De toegang is gratis. Althans, wij moeten kaartjes verkopen omdat er een stoelnummer uitgegeven moet worden. Maar dat kaartje kost €2,50. Wij hebben gezegd, dat krijg je terug in de vorm van een drankje. Oh ja, dus, Je kan de facto gratis. Precies. En dan kun je in ieder geval nog... dat is onze laatste oefenwedstrijd thuis. Dus die kan je in ieder geval bezoeken. Leuk. En een open dag, wat moet ik me daar verder bij voorstellen? Ja, dat is helemaal voor de jeugd. Alleen dit jaar ook wel met wat beperkingen, omdat we het team toch op afstand moeten houden. Dus ze zullen wel aanwezig zijn, maar echt op afstand. Want wij vertrekken natuurlijk en we moeten de 11e gewoon spelen voor de Supercup. Dus wil je geen risico's nemen? Wij mogen die risico's niet nemen. Nee. Nou, spannend allemaal. Ja, absoluut. Een heel mooi vooruitzicht. Ik denk dat we ook een heel leuk seizoen gaan krijgen. Ja. Met een hoop spannende wedstrijden. Dus we zien er naar uit. Zeker, we hebben er zin in. En jij ook, dat zie ik al. Absoluut. Marcel van Burg van ZZ Leiden, hartelijk bedankt. Graag gedaan.